Dag Elise. Hallo. Dag Blog. Sorteercentrum. Ja, we mogen vandaag meelopen met Edukans, waar we de schoenendozen gaan volgen. Want ja, waar komt jouw schoenendoos nou eigenlijk terecht die je opstuurt? Precies, en wij hebben ook een schoenendoos meegenomen, dus die gaan we de rest van de dag ook volgen. Yes, let's go! I drove by all the places you used to hang out getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely even though? Are you somewhere feeling lonely? Okay, dus we hebben veel aan het intro aan het opnemen met het filmpje die zeg maar op internet gaat komen. Superleuk om erbij te zijn. You're not fine, jaar zo'n schoenmaatje van Edukans. Kijk, dit is een schoen gemaakt door een jongetje of een meisje met girls en boys erop. Doen we al 21 jaar 100.000 schoenendozen die komen hier aan. Dag Elise. Hallo. Dag Blog. Het stond erop inderdaad. Wat wel nice was. Nou, samen met ons volgt vandaag ook een basisschool alle schoenendozen. We hebben ons echt schoenendoos mee en klaar voor de komst van de kinderen. Die gaan we de hele dag volgen. Dus prima. Elise, zwaai even. Cool. Bij DHL. Jij kan mij al vertellen wat er precies gaat gebeuren met de dozen. Hè? Die komen hier binnen. Die komen hier allemaal binnen. In een hele grote vrachtwagen waarschijnlijk. Je ziet toen je binnen kwam lopen, de grote vrachtwagen. Ja. En daar zit alle post in die jullie opgehaald hebben. Ja. Ja, alle pakjes. Want ja, de scholen kunnen meedoen met de actie. Ja. En dan kan iedereen in Nederland een pakje inleveren op een van onze parcel shops. Precies. En die komen dan hier terug. Ja. Zijn dan, jij mag die doos zelf opzetten. Want dan komen ze hier binnen. En dan komen we hier een pakje. Hier is het weer. Dan ga je een kroon. Hier is het weer een pakje. Ja. En hier op de band. What do you mean? Wat is dit, jongen? Edukans. Edukans, die kan natuurlijk. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. Jouw schoenendoos, ontvellen, met allemaal andere schoenendozen. En die worden dus hier uitgezocht. Ja, voor deze kinders. Nou, zoek maar een mooi plekje, joh. Dan even bijstaan. Ja, zeker. Dan zet ik dus hier dit voor het huis. Zit je running out of time, what do you mean?
Dat is echt goed. Nou, we hebben, zijn net zo tussen geweest. We hebben gezien hoe de kinderen alle pakjes gesorteerd hebben daar. De particuliere pakjes. En nu gaan we naar de scholenpakjes. Dus alle schoenendozen die op scholen zijn gemaakt. Ja, die door scholen worden die worden massaal ingeleverd door scholen, zeg maar. Ja, precies. Dus gaan we daar gaan we naartoe. Let's go to the bus. Ja, natuurlijk. Bedankt, Hoke. Jij er ook een? Kijk eens. Oké. Weer in een soort distributiecentrum, nu in Amersfoort. En hier liggen alle pakketjes die door scholen opgestuurd zijn. Dus niet één voor één van de dozen, maar echt. Volgens mij zit de klas ook mee aan thuis. En hier komen dus alle pakketjes binnen die door scholen zijn opgestuurd. Dus als jij met je klas. Als jij met je klas of met je hele school schoendoos hebt opgestuurd, dan komen die allemaal hier terecht, beneden in grote dozen. Inderdaad. Lunchtijd. Schoenendozen vervoerd worden. Ja! Mooi zo'n dag, hè? Mooi zo'n dag. Goed, nou, ik hoop jullie nog in de toekomst een keer te zien. Ja. Dank jullie wel voor de schoenendozen. En lief dat jullie met ons mee wilden. Ja. Maak er nog een hele mooie dag van. En namens Edukans, tot snel. Er zijn natuurlijk hartstikke veel kinderen die een schoenendoos hebben ingeleverd. Wat zou u nou tegen die kinderen willen zeggen? Wat ik zo leuk vind is, voor Sinterklaas zetten jullie je schoen. En voor deze kinderen van Edukans zetten jullie je doos voor hun klaar. En gevuld met allemaal leuke dingen. Eigenlijk zijn jullie ook een beetje Sinterklaas. En dat vind ik zo fantastisch. Geef die kinderen een kans. Geef ze een Edukans. Nou, hartstikke bedankt. Hoe zou je Edukans in één woord kunnen beschrijven? Ik denk dat Edukans misschien wel van levensbelang is voor kinderen in het buitenland. Vooral. Die dankzij Edukans de kans krijgen om te leren. Om goed onderwijs te krijgen. Ja, denk ik. En dan hadden we ook nog een vraag van Soufiane.
Waarom wilde u ambassadeur worden van Edukans? Dat zit een beetje in de lijn van wat ik doe met mijn televisieprogramma's natuurlijk. Ja. Hè, met kinderen die sporten, ja, en zo. Het is ook een beetje zo dat mijn vriendin zit in het onderwijs. En die heeft, vorig jaar is meegegaan naar het buitenland. Oh, gaaf. En daar heb ik zulke mooie dingen gezien. En eigenlijk, ik ben niet zo van de ambassadeurs, weet je wel. Ja. Ik ben wordt wat meer gevraagd. Maar voor Edukans wilde ik het heel graag doen. Ja, snap ik. En wat is het leukste om bij Edukans ambassadeur te zijn? Nou, je ziet eigenlijk ook net in dat filmpje ook, hè, dat alles wat er met die kinderen gebeurt, is dat ze zo enorm blij zijn gelijk. En, ja, je vindt zelf ook wel dat het hoog nodig is wat er gebeuren moet. Ja. En ik ben blij dat ik maar daar een heel klein steentje aan kan bijdragen.